This is 1 mm. Dag dames en heren, we staan hier in de Mixzone in de Johan Cruijff Arena, waar Ajax met 0-1 heeft verloren van Chelsea. Riepke, we kunnen het heel lang over de wedstrijd gaan hebben, maar één ding viel ons toch wel op, hè? Nou, iedereen. Het gaat natuurlijk over de 34e minuut. De paas van Hakim Ziyech, Quincy Promes tikt hem binnen. Heel de arena denkt, we staan 1-0 voor. En de scheidsrechter zegt, na inmenging VAR, buitenspel, geen goal. Precies, maar we zien het hier in beeld. We zien de stippellijn lopen van de schouder van Quincy Promes tot de grond. Nou, ja. Geen discussie over mogelijk, zelfs de teen staat buitenspel. Niks aan de hand. Ja, niks aan de hand. Dit is de hypertechnologie van de UEFA. Die hebben heel veel geld in geïnvesteerd om tot op de millimeter nauwkeurig te kunnen bepalen of, nou ja, in dit geval Promes buitenspel staat. En als je naar deze stippellijn kijkt inderdaad, geen discussie over mogelijk. Ze kunnen tot de wenkbrauwhaar tot aan de armhaar kunnen ze het meten. Nou, hier is het zelfs een paar centimeter. Je zou zeggen inderdaad Promes buitenspel. Ja, dus zou je denken, einde video, geen discussie meer. Ja. Toch is dat eigenlijk niet helemaal zo. Nee. Want we zagen bijvoorbeeld Kees Kwakman, zagen wij op Twitter een foto plaatsen. Kees zagen wat meer mensen. Kees staat voor de buis en die won zich op. Ja, wat meer mensen eigenlijk op Twitter. Dat viel ons op dat het moment van spelen misschien wel anders is dan dat op tv is getoond. Ja, dat blijft het idiote aan deze hele apparatuur. Want de UEFA moet tot op de millimeter nauwkeurig kunnen ze beoordelen van staat Promes buitenspel. Maar wat ze niet tot op de millimeter nauwkeurig beoordelen is het moment waarop de bal de voet van Hakim Ziyech verlaat. Er zitten zo'n paar honderdste tussen. Het is gewoon iemand die op een knop drukt, in dit geval de man naast de VAR waarschijnlijk. Ja. En die zegt, dit is het moment en van dit moment gaan we berekenen. Maar als je naar het moment kijkt wat nu in omloop is, dan is de bal al even weg bij de voet van Hakim Ziyech op het moment dat er bij Promes gemeten wordt. Oftewel, dan zit je net een paar honderdste van een seconde later en dan is Promes natuurlijk een klein stukje naar voren. Ja, en dat kan net het verschil hebben gemaakt en dan kan het dus geen buitenspel zijn geweest, toch? Het enige lastige is, kijk, als wij zelf die foto's zien op Twitter, denken wij, hé, dat is opvallend. Maar goed, we gaan het nooit weten, want die beelden worden niet getoond. En ook op het moment van de UEFA zien we het moment van spelen ook niet. Nee. Dus we gaan het nooit weten. Het is puur speculeren. Ja, het is wel een beetje verdacht. En je merkt het ook wel bij de spelers, hè, net van, ja, het is wel een beetje gek. Ja, offside, ik kijk naar image. Ik denk misschien niet. Misschien ja, maar ja, altijd. Het is moeilijk, maar This is 1 mm. Ja, wat eigenlijk helemaal gek is, Riepke, is dat dit zou in de Eredivisie nooit kunnen voorkomen. Hè? Nee, dit is echt UEFA-technologie. Hebben ze heel veel in geïnvesteerd. Nou, in Nederland hebben we ook de VAR, maar de KNVB zou graag ook deze meetapparatuur willen hebben, maar dat kost nog net even te duur. Clubs willen niet meebetalen. Die zeggen, joh, we hebben liever een rechtsback. Dus in de Eredivisie is het nog zo dat de VAR kijkt met het blote oog. En ja, dan is de beoordeling dat je niet met 100% zekerheid kan zeggen dat dit buitenspel was. Dus in de Eredivisie had deze goal van Ajax gewoon geteld. Ja, na RKC Ajax zeiden wij, nou, ze zijn zo slordig aan het voetballen. Dat zal tegen Chelsea wel goed komen. We moeten ook nog even over de wedstrijd hebben natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar goed, ja, dat is er niet echt van terechtgekomen. Nee, het was een slordige Ajax. Het was veel balverlies, veel slordige momenten. En dan kan het net eventjes misgaan. Het was wel meer een soort 0-0 wedstrijd, hoor. Het zat ook een beetje tegen. Of een 2-2 wedstrijd. Of een 2-2 wedstrijd. Genoeg kansen. Nou ja, balletje op de paal hebben we gezien. Kansjes ook voor Ajax. Alleen ja, het is wel vervelend als je hem zo op het laatst tegenkrijgt. Dat had niet gehoeven. Ja goed, nu 6 punten uit 3 wedstrijden in de Champions League. Moeten de Ajaxiden al gaan panikeren? Nee. Ja, kijk, vooraf had je daar je handtekening onder gezet. 6 uit 3, prima. Maar ja, het is jammer, want als je had gewonnen van Chelsea, dan had je met één been en nog een stuk dijbeen en misschien nog wel veel meer. Ja, en met de kleine teen van Quincy En de kleine teen van Quincy Promes erbij in de knock-out fase gestaan. Ja. Ja, en nu ligt het gewoon helemaal open eigenlijk, ja. Alle kanten nog op. Nou goed, dus je moet ook nog 2 keer uit, hè? Ja, nee, je moet nog, wat is het, naar Lille en je moet naar Chelsea toe. Ja. Maar dit Chelsea is ook geen wonderploeg, hoor. Je kan in die zin gewoon ook wel eens winnen op Stamford Bridge. Is niet onmogelijk. Ja, maar dan moet Ajax wel het oude Ajax zijn dat we eerder dit seizoen hebben gezien. Riepke, dankjewel. Wij gaan uitkijken naar de volgende wedstrijden. Onder andere zondag dus Klassieker. Ajax tegen Feyenoord. Dat wordt wat, Riepke. Heb ik zin in. Dankjewel. Bedankt voor nu en tot de volgende keer.